What do you want? Yeah. What do you want? Yeah. Mm. Ja. Zo uit de pols. Ja, inderdaad. Ja, dan moet het toch, hoor. Ja, oké. Nou, die orthodont is erg wel kunnen. Op dit moment is er dus hier al geoogst. Dat kun je zien. Zoals ik al zei, de mannen en vrouwen die hebben allebei hun eigen taken wat ze doen. Deze man bijvoorbeeld die je daar ziet, is het veld aan het omspitten. En dan wordt het voor de tweede keer beplant. Hey. Van hout en van steen. En dat is dus een gedenksteen. Ja, dit is al een hele oude, maar het is wel een hele fraaie. Ja. Maar om te decoreren. Maar ze zullen niet zo snel. Het is niet zo snel. Nou, en dan na die tijd wordt het gewoon heel goed. Die botten is niet sterk genoeg om het leven gewoon te maken. Poespoes kopen aan je? Ja. In het hotel? Of wil je buiten kopen? Nee, joh, ik ben helemaal gek van de verschrikkelijk. Nee, joh. Met april van de Big Market. Nou, Solement Big Market. Het is Rue de Jibi. Solement. Nou, zitten we al in de poes-poes. Nou,
Maatbekertjes, die hebben ze gemaakt van deze blikjes. Kijk. We gaan dadelijk met de hele groep een wandeling maken in de buurt van Ambush. Langs rijstvelden en culturele hoogtepunten. Vandaag is naar het paleis van de koning en daarna bezoeken we kleine workshops van houtsnijwerk en marketing. Dat is het. Om mee komt dat de boer. Om naar links komt dat. Om naar rechts komt dat. Er wordt dus een kleine van de stam. Een kleine stukje. Ja, een pezel. Hoi, een pezel. Goed gezien heb je weer geen kerel. Ik heb ook al uitvogels gezien hoor. Echt? Nog? Heb je al een chameleon gezien? Nee, ja. Even lunchen. Nou, dit is het doek waar de botten ingewikkeld worden als dus de voorvaderen zeg maar al overleden zijn na een paar jaar. En hier worden dan die doek met die botten erin, die worden in die kist bewaard. Ja, met stokken en dan doen ze het ertussen. Ja, maar dat is hier ook. Ja.
We zijn nu bij het weeshuis. Dan gaan we een kijkje nemen. Vanaf hier is het ongeveer, nou, ik weet niet, 10 minuten, heel dichtbij. Dan gaan we het hobbelpad. Zo. Lekker even alles. Even lekker stukje lopen. Lekker even stukje. De bezemwagen. Nou, we zijn in Rana Mafana en vandaag gaan we een heerlijke wandeling maken door de jungle. Met een hit. Zo, just only this picture. This is all lemur is not here, the picture. Just only. De baby! Hij heeft een pontje om zijn nek. Red-fronted brown lemoer.
verdampt zo erg dat het brillenglazen beslagen zijn. Ja. Kan hij dat niet? Hij kan ze niet vastpakken natuurlijk. You can do this? It's not no. Okay. De grote bamboelemuur. That was discovered in 1988. Kowaren. For to eating your sand. I think let's go with me. You follow me. It's very clear. Lekker buikje. Echt tropisch, hè? Ja, dat kan gebeuren. Nou, na 6,5 uur lopen hebben we wel echt eentje verdiend. Een beetje taai. Maar goed. Maar goed. But usually he's sleeping. I don't know why he's... Oh!
Nou. Jij hier? Dit wel. Lekker voor in eerste klas. Ik kan er overheen kunnen, lachen, hè? Net nieuw. Even wachten. Ja, die kant dan. Hallo, ik mag nou wel een keertje ophalen. We komen het regen om. Nou, ik zal even de tent laten zien die wij wonen twee nachten. Echt super luxe. Eens kijken hoe leuk, man. Muskieten netjes erbij. Een kastje, hangers. Echt leuk. En een kaars. We hebben natuurlijk ook een douche en een toilet. Dit is de wasbak, wastafel, spiegeltje.
badkamer. En het toilet. Hoe werkt dat? Hoe het werkt? Ja, ik ga er nog niet onder staan. Nou, ik denk, dat is dus de, ja. Zo kan je dus douchen zo. Dan ga ik nou niet in knijpen. Zie jij dat ruggeding? Is dat wel echt tegen de rug of is dat niet? Beweeg zo. Oh, een knoertje. Ja, dat vind ik wel oneerlijk te doen. Ja, een heel groot verschil in leven. Ja, maar dat zijn de dingen. Ik zou niet zo goed te kennen. Paradijs hier, hè? Het is echt waanzinnig mooi. Echt fantastisch. Het hele dorp is weer uitgelopen om ons te bekijken. Nou, het lijkt La Selva wel, kijk. Olielampje erbij, fantastisch hè. Het regent buiten. We gaan van alles verzinnen om hier niet nat worden in de tent. Moment. Heel slim. Ja, we hebben wel de hoogste. Leuke buitenkast. Langs door het dorpje en dan door het bos. In dat bos zitten ook ringstaatmakies, katakata. En dan daar splitsen we dus en al nagelang wat je wil. Die kunnen de Sara Nono beklimmen. Die is 1900 meter, dat is dus de berg aan de rechterkant. Het is een wandeling om de rotswand heen. En aan de achterkant, op het hoogste punt van de wandeling, is het erg mooi en heb je gewoon een heel ver uitzicht. Nou, dat kan ik haast niet anders. Primitief, hè? Nou, hè. Het ligt daar. Weer een slang, nummer 11. Vind je dat leuk of is er iemand die daar bezwaar tegen heeft? Nee, ik denk ook niet dat ze dat nodig hebben. Staart maak eens achterna. De gids heeft ze gezien.
Zie je ze? Bij het water vandaan. Ik zag hem zo doen. Ik dacht, ging zijn handen wassen, maar hij pikte dat ding eruit. Door de zeeboe stront moeten we terug. Prachtig is dit. Dat ben je niet vergeten. Ja, dat ben je vergeten.
Oui, c'est même des chevals. Oui. Sur les chevaux, kijk eens. Hey. Kijk die kleintje, oh. Kleintje daar. Mensen zijn nieuwsgierig wat jongens. Gezien. Joepie, de poepie. Gaat de luchtjes brengen. Elk huisje. Hartstikke vroeg. We zijn er vast op pad. De groep slaapt nog.
Het is vandaag dus meer voor de op zoek naar de ringstaande muren en niet zozeer landschap. Landschap is morgen, vandaag is dieren en vogels. Oh nee, het lukt toch. Marcelo! Apa matar mana? Kun saya! Zo. Wow. Thank you.
Ja, jij moet ook. Zien. Ze past er niet. Ja, dat is wel de moeite hoor, dit. Zeker. Kan ik hier nog beter uitzitten? De viewpoint Madagascar de Pan, crocodile de Lissal, c'est juste une sculpture. Dat is de beste baobab met de flauw. Morgen. Daar is de viewpoint. Oh, viewpoint. Oké.
Lekker? Wat? Nee, op die steen zit een schorpioentje, heel klein. Centimeter van het beest. Ja, dat kan. Kameleon. Ze staart er likken erachter. Zit er hier. Ja, oh, schattig. Alors, hey, je te doen met een diversion. Ja. Jij heen. Wij niet. Paradijsje, hè? Echt fantastisch. Ja.
Ik denk dat ze over het algemeen ieder buiten opkomen. Beest, dat is hier ook al een grote reis. En dit zijn normaal gesproken komen dubbelgraven heel weinig voor, maar hier is een dubbelgraf. Maar het waren we wel tegen elkaar gebouwd. Mooi baobab, hè? Ja, hij is prachtig. We zijn nu aangekomen op het strand van Ifati en hebben we allemaal zo'n ontzettend leuk huisje. En kijk, nou krijgen we ook nog een hangmat. Hoe vind je dat? Hier staat dus niks op. Hier op de weg. Iedereen met zijn cameraatje. Ja, wat leuk man. Ja.
Bonita. Oh, te laat. Zwaggen door het water heen. Doe ze niet om hoor. Zo. Daar, je moet hier een soort werk, zeg maar. Ja? Zo, het goede leven. Ja, super zo hè.